Helder. De heer Litjens. Ja, ik denk dat we als gemeente vrij veel mogelijkheden hebben. En daar waar ze niet zijn, kunnen we ze ook met elkaar bedenken. Wat wij in Horst en de Maas gedaan hebben, wij zijn vanaf 2008 actief met die markt bezig. Dus toen het Rijk stopte met startersleningen, zijn wij doorgegaan samen met de provincie. We zijn woningen gaan opkopen. Dan zegt iedereen, ja, goh, wat een risico. Alleen op het moment als je een woning inkoopt voor iemand die een nieuwbouwkavel gaat ontwikkelen, dan heb je inderdaad een bepaald risico. Maar aan de andere kant heb je ook met opbrengsten. Leesjesopbrengsten, loswaardeontwikkeling en ga zo maar door. Dus als je dan naar totaal gaat kijken, zeg ik altijd dat er is pas een risico als je niks doet. Dus juist handelen is niet zo risicovol. We werken bijvoorbeeld ook samen met de Rabobank, hoe je op andere wijze kunt financieren. Dus verduurzamingsmaatregelen bovenop de maximale hypotheek. Daar hebben we via de top van de Rabobank toestemming voor gekregen om daarmee in beweging te krijgen rondom verduurzaming. Dus ik zie met elkaar, als je zeg maar de creativiteit ontwikkelt en je kijkt binnen je eigen invloedscirkel en je werkt gewoon met strategische partners, projectontwikkelaars, aannemers, maar ook banken, dat er heel veel mogelijkheden zijn om productie op een bepaald niveau te behouden.